Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie een aantal nieuwe producten zien van de nieuwe collectie van Catrice. Catrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. Eén keer in februari voor het voorjaar en in augustus voor het najaar. En het is natuurlijk augustus, dus dat betekent dat de najaarsproducten in de winkel liggen. Ik heb wel producten uit het kleine assortiment van Catrice. De schappen zijn heel wisselend. Als je een grote kruidvat hebt, heb je vaak een heel breed schap. Als je een wat kleinere kruidvat hebt, heb je vaak een... Ja, gewoon een normaal schap, zeg maar. En in het grotere schap, daar liggen gewoon wat meer producten. Maar ik heb toch een aantal leuke producten die ik met jullie wil delen. Ik heb zeker nog een aantal producten die wel in het grote schap zitten op mijn wishlist staan. Maar misschien dat ik die nog een keer online kan bestellen bij een 1+1 actie of zo. Want ondanks dat Catrice een low budget merk is, wordt die wel wat duurder, merk ik in de jaren. Dus dat eigenlijk. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten er momenteel weer in de winkels liggen die Catrice nieuw heeft uitgebracht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de producten niet swatchen omdat het anders niet mooi meer is op de foto's, omdat ik hier reviews over wil gaan schrijven op mijn blog. Maar wil je van iets snel een review zien of zou je van iets een video willen zien, mag je het altijd even laten weten. Mijn bloglink staat ook onder in de beschrijving, dus mocht je benieuwd zijn kun je er altijd even een kijkje nemen. Ik begin even met nieuwe nagellakjes. En ze hebben een nieuwe Gold Effect Nail Polish. En ik heb daar twee kleurtjes van. Allereerst heb ik een paars kleurtje. En dat is deze. Deze heet de naam 07 Lustrous Seduction. Let niet op mijn Engelse uitspraak. Die is heel slecht, maar ik vind de namen vaak heel moeilijk. Het is een beetje een paars kleurtje. Er zit een glittertje in. Heel erg leuk. Ze hebben ook weer zo'n dubbele top. Zoals we bij Catrice tegenwoordig gewend zijn. Wat ook wel luxe uitstraalt. Dus ik vind het wel een heel erg leuk kleurtje. Dus dat is de paarse. Ik heb ook een beetje een roodachtige variant. En deze heeft de naam 01 Attracting Pomp. En dat is dus deze. Die heeft dus ook glitters, maar is dus meer rood. En ik hou heel erg van rood. Maar ik dacht voor de afwisseling vind ik een paars kleurtje ook wel leuk. Dus dat zijn twee van de nieuwe nagellakjes. Er zijn een heleboel kleuren verkrijgbaar. Dus er is vast een kleur die bij je nagels past. Mocht jij benieuwd zijn naar deze lakjes of ze er mooi uit vinden zien. Dan hebben ze een nieuwe primer. En dat is deze. Dit is een all-in-one product voor dagelijks gebruik. Multi Perfection and Protection Glow Primer with Anti-Pollution and Age the Lily Benefits. Hij is een primer, maar hij hydrateert ook. Ja, anti-wrinkle. Maar weet ik niet. Natuurlijke gloed. Anti-pollution. Anti-oxidation. Pore minimizing. Even out. Skin tone. Blurs Imperfection en UV Protection. Want er zit SPF 15 in. Dus dat heeft wel 10 functies. Dus dat is deze. Hij zit ook nog helemaal dichtgeseald volgens mij. Kijk, hij zit ook echt dichtgeseald. Dus dat kun je eraan zien dat je een nieuwe hebt. Ik vind het wel heel erg leuk. Want ik heb eigenlijk zo'n primer nog nooit gezien. Ze waren altijd meer van de Prime en Fine producten. En die zijn ook heel fijn. Maar dit is dus echt een primer met 10 functies. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze... primer. Ze noemen het ook de 10-in-1 Dream Primer. Dus ik ben benieuwd of deze gaat bevallen. Er zit 30 ml in dit plafonnetje. Dan hebben ze een blushbox. Deze is verkrijgbaar in twee varianten. Bij mijn kruidvat hadden ze er maar eentje. Dit is de Blushbox Glowing Multicolor. Dus het is een blush met meerdere kleuren. Ik heb hem in 020 It's Wino Clock. Dit is een glimmende blush. Dus hij gaat dus lekker glimmen. Ik vind de verpakking fantastisch. Hij lijkt een beetje op de blushes die ze eerder uitbrachten qua verpakking. Ik vind de verpakkingen echt wel heel erg mooi worden. Zo met dat roze en zo. En even kijken. Hij gaat heel makkelijk open. En dit zijn dan de kleurtjes. Zo. Hij heeft dus meerdere kleurtjes. Zoals je kan zien. Deze kun je gewoon met elkaar mengen. Ze zeggen vaak je kunt het ook los gebruiken. Maar dat wordt natuurlijk niks. Omdat de dingetjes heel klein zijn. De patroontjes. Maar er zit wel een leuk patroontje in. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dat is deze nieuwe blush. Voor de volledige lijst met Catrice producten kun je ook even op mijn blog kijken. Want er staat een complete update. Of even op de website van Catrice. Want daar staat het ook. Maar dat is dus deze blushbox. En daar staat dus ook de andere variant van deze box beschreven. Dan een aantal producten voor de lippen. En allereerst heb ik hier een Glow Shine Lips. Het is volgens mij eigenlijk meer een lipgloss. Het is wel een lipstick.
Maar die past zich aan naar jouw eigen lipkleur. Dus hoeveel, ja, wat aan jouw eigen lippen geeft hij de kleur af, zeg maar. Dus ja, dat is voor iedereen, kan die heel anders uitpakken. Heeft een gouden glinsterfinish en een peach tint. Dus dat is deze. Hij heeft de naam, heeft hij een naam? 010 One Goal Fits All. De verpakking vind ik ook heel erg leuk. En hij ziet er wel roze uit. Maar het is dus wel heel, dit is voor iedereen heel verschillend in, ja, hoe die op je lippen gaat tot uiting komen. Mijn Nederlands gaat lekker zoals ik merk, maar niet heus. Maar dat is dus voor iedereen heel verschillend. Dus als jij wat donkerdere lippen van jezelf hebt, zal die een ander kleurtje geven als dat je wat lichtere lippen hebt. Dus dat is gewoon eigenlijk een beetje een verrassing hoe die uitpakt. Dan heb ik ook een nieuwe lipgloss. En dat is de Generation Plump & Shine Lipgloss. Deze hebben ze al in het vaste assortiment. Maar dit is een nieuw kleurtje. Die vond ik er heel erg mooi uitzien. Ik heb de 100 Glowing Tourmaline. En dat is dus deze. Heeft een beetje een gouden finish volgens mij. Ik heb namelijk al wat video's gekeken van mensen die ook deze producten testen. En dit zag er wel heel erg leuk uit. Deze zou dus je lippen ook voller maken. Dat heb ik bij de andere niet echt ervaren. Dus ik ga er niet vanuit dat deze dat wel doet. Maar hij ziet er gewoon heel erg leuk uit. Heeft ook gewoon een hele normale applicator. Maar die gouden details vind ik heel erg tof. Heeft een beetje een platte applicator. Dus het is een beetje een licht kleurtje. Maar dit kan ook heel erg leuk zijn. Gewoon als soort van topcoat over je lipstick heen. Dus dat is deze nieuwe lipstick. Of lipgloss moet ik zeggen. En dan heb ik twee lipsticks. Want ze hebben ook weer nieuwe lipsticks uitgebracht. En dat zijn de Demi Matte Lipsticks. Dus hele mooie zwarte matte huls zoals je kan zien. Heel groot het logo van Catrice erop. Ik vind het heel erg mooi. Allereerst heb ik een rood kleurtje. Het is de 070 From Rose With Love. Oh, het is roze. Ik dacht dat ik de rode vast had. Maar dit is dus de roze. Nou, hij is dus mat. En dit is dus de kleur. Heel mooi kleurtje. Ze hebben echt weer heel veel verschillende kleuren. Dus ook voor iedereen die wat wil. Maar dat is dus deze kleur. En hij ziet er echt wel heel erg goed uit. Ik ben echt heel erg benieuwd hierna. Dus ik vind die hulzen gewoon alleen. Daar ga ik al heel goed op. En ik heb dus een rode variant. En dat is de 050 Boss Up. En die ziet er dus precies hetzelfde uit. Alleen deze heeft een matte rode kleur. Hij lijkt op de camera een beetje oranje. Maar het is wel echt rood als ik hem zo bekijk. Aangezien het ook echt onderop staat. Dus dat zijn deze nieuwe lipsticks. Voor meer kleuren, bekijk, ga even naar de winkel om te kijken. Of kijk eventjes op die update. Want er staan alle kleuren vermeld. Alleen soms komt het anders over als dat jij een kleur in de winkel bekijkt. Maar dat zijn dus deze matte lipsticks. Dan een nieuwe mascara. En dat is de Iconista Lash Millionizer for You mascara. Deze is er al in de normale variant. Maar dit is dus een waterproof variant. Deze is blauw. De normale variant is goud. En hij belooft 180% meer lash volume. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het de verpakking er ook weer heel erg mooi uitzien. Het borsteltje. Hij loopt wel een beetje rond af. Dus je kunt wel heel goed je wimpers hiermee gaan kleur geven. Alleen die haartjes zijn zo kort. Ik hou niet zo van dit soort borsteltjes. Maar goed, we gaan gewoon kijken of dat hij wat voor mijn wimpers doet. Misschien vind ik het achteraf wel heel fijn. En moet ik gewoon meer leren om met dit soort borsteltjes te werken. Hij heeft de naam 010 I Want It All. En hij beloopt dus volume, lengte en, ja, waterproof te zijn. Nou ja, ik kan het nooit zo goed testen, want ik ga nooit zwemmen of zo. Maar ja, dan zou je een plens water in je gezicht moeten krijgen en kijken of deze mascara moet blijven zitten. Dus dat is deze mascara. Dan een nieuw product voor de wenkbrauwen. En dat is de Brow Comb Pro Micro Pen. Het grappige is dat Essence ook zo'n soort al in het assortiment heeft gekregen. Ik heb hem in de kleur 040 Dark Brown. En deze heeft dus drie kleine puntjes. Ik zal het zo even laten zien, maar dat zie je eigenlijk al op de verpakking. Ja, je zou hier heel precies je wenkbrauwen mee kunnen kleuren. En je kunt ze, omdat als je smalle wenkbrauwen hebt, gaat het. Maar ook als je wat bredere wenkbrauwen hebt. Hij belooft long lasting te zijn. Zo ziet het pennetje er dus uit met drie streepjes. Dus zo moet je het gaan aanbrengen. Dus ik ben heel benieuwd of dat werkt. Helemaal omdat ik het eigenlijk best wel grappig vind dat Cart of Essence ook zo'n soortgelijk product al heeft uitgebracht bij de vroege
collectie. Daar komt trouwens nog een hele nieuwe collectie van aan. Maar daar komt dus later nog een video van. Maar ik ben wel benieuwd. Vind ik het ook wel leuk bijvoorbeeld om deze twee te gaan vergelijken. Van Catrice en Essence. Van wat doet dit? En ik ben altijd wel benieuwd om nieuwe wenkbrauwproducten uit te proberen. Dus misschien werkt dit wel heel erg goed. Dan is er een nieuwe eyeliner. En dit is de Colorgraph Pro Matte Liner in Waterproof. Heeft de naam 010 Intense Black Waterproof. Hij belooft een goede dekking. En je kunt er zo precies mee kunnen werken voor 97%. Op de achtergrond hoor je een kat die is heel erg vervelend. Sorry voor het geluid. Ze is de hele tijd al aan het miauwen. Ik weet niet wat ze heeft. Maar deze heeft dus ook best wel een precieze punt. Je zou hier echt heel precies mee kunnen werken. Ik vind het ook wel leuk dat dit een matte is. Want ik ben wel benieuwd ja, hoe dat is. Soms vind ik mat ook gewoon heel erg mooi. Vooral ik ben tot de laatste tijd weer iets meer van de pennen. Omdat ik vaak met eyeliner in een die met zo'n kwastje moet. Dat gaat heel snel lekken. Dat is met een pen toch minder. Dat je gewoon overal die eyeliner hebt zitten behalve. En waar je het eigenlijk niet wil hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze nieuwe eyeliner. Dan zijn er een heleboel nieuwe oogschaduwpaletten uitgekomen. Maar omdat ik dus een klein schap heb, heb ik er maar eentje kunnen scoren. En dat is het Spicy Rust Collection Eyeshadow Paletten. Ik moet zeggen, ik ben heel erg fan van deze oogschaduwpaletten. Deze heeft de naam 010 Watch Shein. Op de achterkant een tutorial. En deze heeft een beetje, ja, de kleuren lijken wel een beetje op elkaar, ook wel op wat andere paletten hebben. Maar ik ben toch altijd wel weer benieuwd van hoe is het pigment, wat voor ooglooken kun je hiermee maken. Ik vind dit echt een hele leuke collectie waar Catrice mee is gekomen. Deze heeft dus een light sculpt kleur, dat heb ik al vaker verteld bij deze oogschaduwpaletten. Maar Catrice brengt eigenlijk elk assortimentsupdate toch wel weer een nieuwe uit. Ja, ik vind het gewoon leuk om de collectie compleet te hebben. Ik vind de kleuren er mooi uitzien. En over het algemeen ben ik gewoon heel tevreden over deze paletten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het jammer is wel dat je ze niet kunt swatchen in de winkel. Want er staat geen tester. Dus het is eigenlijk een beetje een risicootje wat je wilt lopen om te kijken of dat dit bij je past. Maar dan moet je dus gewoon kijken naar de kleuren. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar dit oogschaduwpaletten. En dan ben ik toe aan de twee laatste producten. En dit zijn de Luminize Highlight en Bronze Glow Palettes. En dat zijn deze. Ik heb allereerst de 010 Rose Vibes Only. Er staat ook echt afgebeeld wat erin zit. Twee highlighters en een highlight blush. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo ziet de binnenkant eruit. Heel erg tof. Dit zijn de kleuren. Er zit een spiegeltje in. Dus je hebt echt, ja, ik denk wel dat je hier hele mooie highlight looks mee kunt creëren. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind de verpakkingen ook super leuk. Die hulzen zien, of die, ja, het ziet er gewoon leuk uit. Een beetje marble print. Daar krijg ik het idee van. Het is gemaakt van heel stevig karton. Dus dit vind ik altijd wel mooie verpakkingen. En ik heb de 020 Feel Gold. En dit zijn dus gouden kleurtjes, zoals je al kunt zien. Ook deze heeft een soort van marble verpakking. Misschien nog wel meer als de andere. Ik vind hem heel erg tof. Nou, hetzelfde weer dat spiegeltje. En dan zijn dit de kleurtjes die erin zitten. Dit is twee highlighters en een highlight bronzer. Dus dat is deze. Die is wat donkerder. Dus ik ben heel erg benieuwd om deze producten te gaan testen. En ik ben er heel erg blij mee in ieder geval. Dan waren dit de nieuwe producten van Catrice die ik aan jullie wilde laten zien. Er is nog zoveel meer zoals ik al vertelde. Maar dit is gewoon even de collectie uit de kleine schappen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al nieuwe producten hebben gescoord uit het assortiment van Catrice. Of misschien heb je dingen op je wishlist staan waar je heel benieuwd naar bent. Laat het me zeker weten, want ik vind het altijd wel leuk om te horen of er mensen zijn die ook zo altijd zo heel erg met smart wachten op dit soort nieuwe collecties. Ik kan eigenlijk bijna nooit wachten. Zodra ik dat persbericht binnenkrijg, dan is het, dit is zo leuk. En ik vind eigenlijk vaak heel veel dingen gewoon leuk dat ik gewoon heel graag weer wil gaan testen. Dus dit gaat lekker weer in de reviewbakken en dan kan ik weer lekker nieuwe producten gaan testen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal? En zou je op de hoogte willen blijven van mijn video's? Abonneer je dan zeker eventjes. En vergeet ook niet even om het belletje aan te zetten. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!